Deze wordt eigenlijk gebruikt om aan de jeugd te laten zien van wat voor bus hij vroeger in Enschede heeft gereden. In Enschede heeft hij gereden, in Almelo en in Hengelo. Alleen als stadsbus, want het is een uitsluitende stadsbus. Toen ik in 1969 bij de TET kwam, was deze bus 2 jaar oud. Dus dat was in de begrippen zeg maar heel nieuw. En dat was dan mooi als je dan met zo'n bus door Enschede reed. Want je had dan die oudere bussen, ja, die reden ook wel fijn, maar toch anders. Je hebt hier een hele grote voorruit in. En in die andere bussen zit een steltje in het midden. En dan is het toch altijd weer wat anders. En ja, ze zaten toen de tijd, voor onze begrippen, zat die lekker. Het is zwaar sturen, hè? Wij hoeven geen winst te maken als we maar de onkosten van de reparatie en de verkeuringen, dat we die eruit hebben. Maar ja, het is natuurlijk leuk zijn als we wat extra's kunnen doen. Het zij aan, er moeten nieuwe banden op. Dan denk ik van nou, we hoeven niet te kijken van een aanbieding of zo, ik noem maar wat. We moeten goede banden hebben, dus we moeten ook meer cent hebben. Die donaties die kunnen dan best aanmelden op www.tetbus.nl. En daar kunnen ze zich aanmelden. En we hebben ze hard nodig.